Als je nu echt voor joker wil lopen met carnaval, dan moet je deze dragen. Ik denk dat iedereen je ook echt nawijst, zo van, dan heb je er weer een. Ja, meneer, hoe belangrijk is het Oeteldonks embleem? Het Oeteldonks embleem is heel belangrijk, zeker natuurlijk voor de Oeteldonker. En daarom wordt er ook een waarmerk op geplaatst, zodat we zeker weten dat we de goede hebben. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, dat kan toch niet zomaar die dingen namaken. Dat is onzin. Dus dat moet gewoon niet kunnen, zoiets. Hè? Maar, en dan is natuurlijk weer de vraag, hoe gaan de mensen ermee om? Hè? Als wij het niet kopen, ja, dan wordt het verder ook niet verkocht. Hè? Dat is heel simpel. Als je nu echt voor joker wil lopen met carnaval, dan moet je deze dragen. Ik denk dat iedereen je ook echt nawijst, zo van, dan heb je er weer een. Want de echte Oeteldonkers weten dat de intentie van deze emblemen is dat je alle activiteiten die georganiseerd worden, dat je die eigenlijk ondersteunt. Ja, en dat kan alleen maar met een echt embleem. Dit zijn de neppers, neem ik aan? Ja. Ja, nee, dat zou ik nooit kopen. Die is trouwens heel uitbundig in mijn ogen voor een embleem van Oeteldonk. Dat is altijd stijlvol. Net zoals de muziek uit Oeteldonk stijlvol is, is dit ook stijlvol. Maar denkt u dat er ook bossenaren zijn die zo'n neplogo zullen kopen en opspelden? Ja, de echte Oeteldonkers kopen denk ik altijd het originele embleem. Of die zijn lid van de Oeteldonkse club. En dan krijg je automatisch het embleem toegestuurd. Dus het zullen vooral mensen van buitenaf zijn die daarmee pronken? Ja, de toeristen die denk ik een jasje willen maken om mee carnaval te kunnen vieren. Omdat je ook in bepaalde horecagelegenheden alleen binnenkomt in Oeteldonkse kleding. Dan is de snelste manier natuurlijk een jasje kopen en nep-emblemen erop en aansluiten. En misschien van de verboden rivieren als ze hier naartoe komen. Die zullen dan de goedkope kopen. Het echte Oeteldonks embleem wordt niet direct nagemaakt. Wat er wel gebeurt is dat er kroegen zijn die bestellen wel in een China of in India bestellen ze emblemen. Om wat goedkoper aan hun gast te kunnen geven. Als een soort voorrang om de kroeg binnen te komen. Want u loopt ook een beetje voor schut hiermee eigenlijk. Ja, ja, lijkt me wel. Als mensen dat weten, dan zijn ze nepper. Dan zien mensen die echt Oeteldonkers zijn, die zien dat.